allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Zoals jullie zien is dit geen gewone video. Ik zal even uitleggen. Ik heb... wanneer was het nou? Woensdagavond heb ik een avondwedstrijd gestart. Springen en dressuur, zoals sommigen van jullie wel weten. En springen ging niet zo goed. Ik ben tot hindernis 6 gekomen. 1 keer tot hindernis 5, 1 keer tot 6. Dat ging niet zo goed. En ik heb mijn cam uit omdat ik touchscreen gebruik vandaag. Jullie zien het niet scherp, maar ik heb het papier ernaast liggen naast me. En ik wil graag even mijn beste prof bespreken. Want mijn andere prof was een jury. Die altijd 20 punten lager geeft dan de bedoeling is. Dus dan bedoelen ze 180, maar dan geven ze je 160. Dus daar zit best wel verschil in. En dit is mijn proef waar ik 1 winstpunt bij heb. Bij die andere heb ik dus geen winstpunt. En we gaan hem even lekker bespreken. En als jullie meer van deze video's willen, doe dan alvast een duimpje omhoog. Dus ja. Veel plezier met kijken. En als je trouwens nog niet geabonneerd bent en je wilt op de hoogte blijven, abonneer dan even op het rode abonneerknopje onder deze video. Zo, en dan gaan we nu beginnen. Het eerste wat je moest doen in deze proef was AXC binnenkomen en arbeidsstraf C rechterhand. Daar heb ik een 7 voor en er staat geen opmerking. En een 7 is bij dit soort proef altijd goed. Want ik rijd pas B, dus dan hoef je niet zoveel. MF gebroken lijn, dat zien jullie niet zo goed. Heb ik ook een 7 voor, maar ik moet meer impuls en dan bedoelen ze meer voorwaarts. Daarna KXM van hand veranderen en enkele passende draf verruimen. Heb ik een 5 voor, omdat die ruimer moet. Dat is dus zijn passen verlengen, maar toch laag blijven met zijn hoofd. Daarna HK gebroken lijn 5 meter, weer een 7 en hij moest zijn hoofd wat lager houden, want dat betekent meer dan geeflijk. En daarna, even kijken, kunnen jullie dat zien? Daarna moest ik tussen A en F arbeidsgalop links aanspringen. Dat staat als het goed is hier. Heb ik een 6 voor. En dat komt omdat hij zijn hoofd te hoog had. Even kijken hoor, nee, ik zit verkeerd. Hier. Dat is deze. Daarna moest ik BEB grote volte, dus in de galop heb ik een 6 voor, omdat hij niet nagevelijk was. Dan tussen M en C overgang arbeidsdraf heb ik weer een 6, omdat ik hem niet in draf moet laten vallen, maar echt in draf moet nemen. Hij is dus in draf gevallen, omdat hij meer gesloten staat. Daarna EF van hand veranderen heb ik er weer een 7 voor, dat staat weer hier. Hier staat het cijfer, oh jullie zien dat natuurlijk niet. Dus AK arbeidsgalop rechts aanspringen, weer een 6. EB, staat er nou? Nee, BEB grote volte. Staat lekker duidelijk weer. Heb ik een 7, maar hij moet meer nagevelijk. Maar dat kwam, hij zat mooier in de galop. Daarna HC, tussen HC overgang arbeidsdraf, een 6. Want ik heb hem weer een draf laten vallen, daarom staat er meer op zitten. Al zien jullie dat niet zo goed. Tussen M en B overgang arbeidsstap heb ik een 6 voor. BK van hand van enkele passende stap verruimen. Heb ik een 5, maar dat kwam hij verruimde niet. Ik bedoel zij. Tussen A en F overgang arbeidsstraf heb ik weer een 6. BEB grote volt na enkele drafpassen en paardenhals laten strekken heb ik weer een 7 voor. Daar ben ik ook best wel blij mee. Ze B en M teugels op maat maken. Oh jeetje, ik ben gelijk de topper. Hier, daar heb ik weer een 6 voor. Even opzij. Teugels op maat maken staat hier. Dan moet ik naar 17. CX, half grote volt links. Heb ik een 7 voor. Maar hij was niet echt helemaal nagevelig, staat hier. XE, recht. XB. Ja, rechtuit. En daar heb ik weer een 6 voor, want hij was weer iets slingerend, vind ik. B rechterhand heb ik een 6. Weer iets omlaag. En daarna A afwend, daar arbeidsstap heb ik een 7. Dus X en G halt houden en goed, weer een 7. En staat hier bij A in stap, de rijbaan verlaten staat hier.
Daar krijg je ook geen cijfer voor. En ik krijg meldingen binnen. Ho. Zo, dan gaan we weer verder. De stap, taktruimte en regelmatig heb ik een 6. De draf, taktruimte en regelmatig heb ik weer een 6. Galop, heb taktruimte en regelmaat heb ik weer een 6. De impuls, het arbeidstempo tijdens de 3 basisgangen heb ik natuurlijk een 6. Want dat is het gemiddelde van stap, draf, galop. De taktruimte en regelmaat daarvan. Het rechtgerichte ontspannen en in aanleuning gaande paard is een 6. Rijvaardigheid en harmonie, dat is een 6. Dat vind ik ook wel rechtvaardig, want het ging niet zo helemaal mooi. Het effect van de hulp was een 6, want ze luisterden niet als ik er terug wou. De houding en zit van de ruiter Amazone, dat is dus van mij. Dat is een 7. En de verzorging in het geheel is een 7. En dan hebben ze alle bij elkaar opgeteld. En dan kom je uit op 189. En bij 180 heb je een winstpunt. Dus ik ben heel blij met deze proef. En ik zie jullie weer bij een volgende video. Dus ja, tot de volgende keer maar weer. Doei!